Hoi kijkers van Drimmen Sport, vandaag zijn we bij het freerunnen. Nou, ik ben Thijs van Bijnen en ik doe hier aan freerunnen. Freerunnen is eigenlijk sierlijk en snel over verschillende obstakels gaan. Nou, denk aan kasten, muurtjes. Andere dingen, dat je er allemaal trucjes overheen of op kan doen. Gaat bijvoorbeeld, je kan dan heel veel evenementen meedoen. En als je het een beetje goed kan, dan kan je heel snel over verschillende obstakels heen. Er zijn heel veel dingen om te doen. Je kan stikken, je kan van alles doen. En dan heb je, hebt heel veel verschillende manieren. Er zitten veel variaties in. Stikken is dat je op een obstakel springt en dan vast erop blijft staan voor minimaal 2 seconden. Axel van Bijsterveld, ik woon hier in Maden en ik geef les bij de Zwaluwen. Het staat ook hier op mijn shirt. En ik train zelf, krijg ik les van Aquila en die is in Breda. De Zwaluwen is niet alleen vriendenvereniging, maar je kan er ook turnlessen krijgen en springgroep en allerlei leuke dingen. Vrieren is eigenlijk... is afgeleid van parcours en dat is van A naar B zo snel mogelijk gaan. Maar freerun hebben ze eigenlijk met sierlijkere sprongen en dingen gegaan. Dus het is niet alleen zo snel mogelijk, maar het is ook zo sier mogelijk. Ja, je kan muurtjes, hekjes, je kan eigenlijk alles gebruiken. Maar je kan ook naar een park gaan en daar is het speciaal voor ontworpen. En we zijn nu al bijna 2 jaar bezig om hier in Maden een park te ontwerpen. Dus we hopen dat dat snel gebouwd wordt. Ze zijn nu aan het oefenen voor de demonstratie zometeen. Je ziet dat ze allerlei verschillende leuke trucjes doen. En ze zijn, ze leren hier ook heel veel. Want toen net wisten ze nog niet wat de palmspin was. En nu kunnen ze bijna allemaal. Dus ze zijn wel goed bezig, vind ik. Leuk, ja. Freerunnen, dat is leuk gewoon. En wat vind je er leuk aan? Ja. Dat je parcours moet doen en poepen. Ja, poepen niet. Ja, zeg maar freerunnen gewoon, dat is leuk. Ja, en dan nog dat je vals moet doen. Dat je vals kan doen om ergens overheen te gaan. Dat is ook best wel leuk. Ik vind het leuk dat het hier georganiseerd wordt. En ja, ik vind het ook leuk dat je gewoon steeds nieuwe dingen kan oefenen. Ik vind het dat je super snel gaat en dat je overal overheen kan en zo. Dat vind ik hartstikke leuk. Oké, doe je thuis ook wel eens oefenen in de huiskamer? Of als mijn ouders niet thuis zijn, doe ik af en toe een sprongetje over de bank heen. Maar Abonneer op No Nout op YouTube. N-O-N-A-U-T. Oké, en wat is dat voor iets? Dat is een YouTube-kanaal. Van jouzelf? Ja. Oké, je hebt een eigen YouTube-kanaal? Ja. Oké, nou leuk. Zeg, maar goed, je bent nu hier de hele dag al vet flink aan de gang met freerunnen. Ja, super saai. Super saai? Nee, heb ik niet gezegd. Ik heb niks gezegd. Oh, oké. Okay. Maar je vindt het wel... Ja. Ja? Nog niet moe? Nee. Oké, okay. Dus je kunt er nog wel even tegenaan dan? Ja, alleen mijn kont zweet een beetje. Oh, ja. Dat is belangrijke informatie.